Koning Filip moet na 20 jaar afscheid nemen van Noël de Bruyne. Hij stond altijd aan de koning zijn zijde als langzienende adviseur. Maar nu is het tijd voor zijn pensioen. Filip verliest nu een adviseur, maar ook een van zijn weinige vertrouwenspersonen. Hij kon steeds op Noël rekenen. Oorspronkelijk was het niet eens de bedoeling dat de militair zo lang zou blijven, maar Filip stond erop. Het is geweten dat onze koning weinig mensen in vertrouwen neemt en Noël is daar één van. Hij hielp Filip met het voorbereiden van zijn activiteiten en met zijn financiën. Hij klom zelfs op tot de belangrijkste medewerker van Filip en Mathilde. Zo had hij ook de leiding over het personeel van het paleis. Maar ook op persoonlijk vlak hadden de twee veel aan elkaar. Ze studeerden samen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Ze kennen elkaar dus al ruim 40 jaar. Toen Noël zijn moeder stierf bij een verkeersongeval in 2011, woonde Mathilde de begrafenis bij. Daar had Noël en zijn familie heel veel steun aan. Op kerstmis, zijn verjaardag, wordt de man 63 jaar en dan gaat hij met pensioen.